Ja. Goedenavond. Ja. Sorry dat ik zo even binnen kon vallen. Maar, ja. Je ziet het, hè. Jup. En Jap. Waar men eens naar me toe. Ja. Waar me de beklag doen. Ja. Ik ken niet wat ons nou allemaal is overkomen. Nee. Ik zeg, wat is er dan gebeurd, hè? Ja. Ja. Dat is ook aan me zo ernstig dat je zegt van, ik moet toch weten wat er los is. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze zijn er stil van. Ze durven ook niet meer, ze durven niet meer te praten. Nee, komt al een beetje. Zie je toch aan de voeten? Het is illegaal wat ze gedaan hebben. En Jup en Jap niet, maar degene die dat gedaan hebben, is illegaal. Ja, zie je het onder de voet? Ze hebben een hartje getatoeëerd. Ze hebben een hartje getatoeëerd. Ja, vinden ze niet leuk. Nee. Nee. Het zijn pluizen beesten. Die hebben geen hart. Nee, dus ze begrijpen er niks van. Ze snappen het niet. Ze zeggen, kun jij, heb jij geen oplossing? Ik zeg, Ik zeg, ik kan het openbaar maken natuurlijk. Dat je zegt van, dat je dat de wereld ingooit. Met een, dat je zegt van, eigenlijk willen ze dat niet. Ik zeg, doet het nog zeer dan, die tatoeages van dat hartje. Ze voelen er niks van. Ze kunnen er gewoon op lopen. Ja, ze lopen niet zoveel, zeggen ze. We zitten meestal. Ik zeg, heb je er ook een ergens anders staan, zo'n tatoeage? Nee, hadden ze niet. Hebben ze niet. Nee, alleen onder die rechtervoet. Ik zeg, dat weghalen ken je ze niet. Ik zeg, want dan krijg je, dan krijg je wondvocht en, dat is allemaal, dat ken ik niet. Dus, ik zeg, weet je ook wie het gedaan heeft? Ja, dat wisten ze wel, maar ze waren de naam vergeten en zo. Het zat ergens in China. Ja, dat onthoud je niet. Nee. Dus, doe nou maar een beetje alsof ik, zelf een berenreporter ben, Dat je, ik zeg, dus ik zal het wel een beetje zo vertellen aan de mensen. Dat jullie natuurlijk een beetje zijn, het is eigenlijk een soort van mishandeling natuurlijk. Zeg maar ja, hebben ze het daar in China niet gevraagd dan? Of is zo'n tatoeage wil? Nee, hebben ze niet gevraagd. Nee, ze zeggen ze heel erg zeker, hebben ze niet gevraagd. Ze zeggen nou, zeg, als je nou een poosje zo hier bij mij blijft zitten, dan heb ik lekker warme oren. Ja, het is koud hier. Ik zeg, ik let er niet op die hartjes. Ik zeg, doe net of ze er niet zijn. Toch? Als u er een oplossing voor weet, ik zeg, ik heb al gezegd, misschien weten de mensen een oplossing voor die hartjes. Ik zeg, pleister of zo, maar ja, willen ze niet. Ik wil geen pleister. Ik zei, dan zien we het wel. Hè? Misschien dat de mensen in het land, of in de omgeving, zeggen, ik ga toch niet zo met jullie naar buiten. Hè? Dat doe ik ook weer niet, natuurlijk. Nee, ik zeg, blijf lekker gewoon hier zo in mijn eigen studiootje, zou ik maar zeggen. Toch? Ja. We horen het wel, natuurlijk. Er zullen wel reacties op komen nadat ik het allemaal gepubliceerd heb. dat gaat wel goed komen. Hè? Jongelui allemaal. Het is wel een probleem hoor. Ik hoor het wel. Hè? Laat het weten. Doei!